vaak de lezer, die is vaak bewezen. Bij de refuser van alles wat te zien. Alles wat show is, alles van showbiz. Bij de refuser van alles wat te zien. Beetje van dit, beetje van dat. Alles in één show samengepakt. Wie zou het hier leggen? Wie kan niet zeggen? Elke revue haalt de top 10. Want er is hier van alles wat te zien. Grappen en grollen, mensen die dollen. Bij de revue is er van alles wat te zien. Oh, mooi, wat een mooie wasbloemen. Ja, een van de balletmeisjes krijgt binnenkort een kindje. Eerlijk? Ja. Wie is het? Ik heb nog geen keuze kunnen maken. Ik ben mijn hondje aan het uitlaten. Dat doe ik altijd na het eten. Maar er zit niet eens een hond in. Nee, maar ik heb nog niet gegeten. Oh. Wat heeft u daar nou? Dat lijkt wel een worst. Pardon? Ach, heb ik mijn rozenkrans in de erwtensoep laten vallen. Weer leggen, wie kan niet zeggen? Elke revue haalt de top 10. Want er is hier van alles wat te zien. Piet heeft gevonden, zegt God omwonden. Eén keer revue, je weet maar niet. Hier moet je wezen. Hier is het, hier is het, hier is het. De zin. Hier is het, de zin. Dank u wel, dames en heren, gezellig dat u er allemaal bent. En wij gaan nu uw aandacht vragen, natuurlijk, voor het volgende nummer in onze show. En ik vind het heel erg leuk dat ik dat... Feest van de kerk! Hé, mag ik even in jouw hand kijken? Waarom? Nou, ik ben bezig met een cursus handlezen. En dan moet je zoveel mogelijk handen lezen, hè? Een soort huiswerk, zou ik maar zeggen, begrijp je wel? Dus ik wou even in jouw hand kijken. Maar waarom doe je dat? Dan kan je van alles in zien in je hand. In mijn hand? Oh, ja, dat heb ik wel eens gehoord. Kijk, zie je al die kreukels, hè? Jij kreukels, dat zijn lijnen. Dat zijn lijnen, dat zijn geen kreukels. Natuurlijk, nee, natuurlijk niet. Nou, kijk, nou is de bedoeling... Wat gaan we doen? Hier zo, dit bijvoorbeeld, dit is je carrière-lijn. Dit hier. Nee, nee, dat heet een carrière-lijn. Ja, nee, dat wordt het op de deur. Maar het is nou eens nog een carrière-lijn. En er kun je dus alles aan zien. Dit hier ook. Dit is je levenslijn. Leuk om te zien. Daar heb ik wel eens van gehoord. Ja, dat hier loopt zo naar beneden. Zeg, dat is een levenslijn. Goh, wat heb jij in zijstraten, zeg. Wat bedoel je? Hier zo al die... Oh, ja, ik heb het ook leuk gehad in mijn leven tot heden. Wat is dat? Ik zie wat roots in jouw wacht eens. Nou ga ik met je mee. Ik denk dat komt omdat ik van rode sportauto's houd. Nee, dat heb ik niet. Nee, daar gaat het niet om. Oh, wacht even. Rode meisjes vind ik leuk. Meisjes met rode... Nee, daar gaat het ook niet om. Oh, wacht. Zie, je staat rood op de Giro. Dat is het. Vind ik leuk. Zeg, nou wij het er toch over hebben. Waar hebben we het over? Nou, kan ik voor jou even een tientje lenen? Jij wou een tientje lenen. Mag ik even weten waarom? Nou, ik heb het even nodig voor de kantine. Ik moet zo afrekenen. Nou, oké, krijg van mij een tientje. Zijn zo weg. Ja, het is inderdaad heel eigenaardig. Pak tientje. Pak maar een tientje. Ja. Zo, je hebt nogal wat flappen bij je, hè?
nou? Loop je er gewoon mee over straat? Dat is hooguit 300 gulden, zeg. Hooguit 300 gulden, dus sla je voor een gist. Haal er al de hersens in tegenwoordig. Je gaat er niet met zoveel geld over straat lopen. Dat is allemaal onzin, dat wordt overdreven. Dat wordt mij gebeurt dat niet, niemand heeft bij zeker, mij... Zeker, bij jou is dat niet overdreven, want jij bent gauw afgeleid. Zeg, ze, ze hebben zo jouw portefeuille. Bestaat niet, ik let altijd op waar ik ben, maar ik loop wel een kleine moeite. Doe je portefeuille. Bestaat niet. Let op, let op. Wat moet ik opletten? Hé, daar staat Gerard. Gerard? Daar, Gerard. Waar is Gerard? Hier. Hoe gauw jij afgeleid bent? Wat heb je nou gedaan? Oh, mijn portefeuille! Hoe kom je daar nou? Dan moet je toch dat niet zeg doen, ik, zoiets. Ik ben heel gauw afgeleid. Nee, dat is niet waar. Kijk, Gerard laat zijn broek zakken. Maar, dat kan niet. Zie je? Weer. Dat komt omdat nou die camera's er zijn en die mensen in de zaal. Normaal gebeurt mij dat niet. Hey, trouwens, jij bent ook heel gauw afgeleid, ik hoor. Ik niet. Oh, ja, ik weet ik niet. Zeker. Kijk, daar is een raar mannetje staan. Daar. Waar? Kijk, daar. Waar? Daar staat een heel raar mannetje daar. Ik zie alleen maar hier een raar mannetje staan. Wat bedoel je nou? Ik zie hier niks. Nee, daar staat een heel raar mannetje. Bij mij werkt het niet. Bij mij werkt het absoluut niet. Bij jou wel. Jij bent gauw afgeleid. Dan is het mijn heel schuld. Okay. Hé, hey, daar komt Hans. Ah, daar hebben we Hans. Ja, ik moet je zeggen. Oh, kijk, daar is een leuk mannetje. Wat is er met jou, Hans? Wat is er? Waarom doe je zo gek? Je maakt een fout. Je fout. Kijk, wat is er gebeurd? Wat is er? Heb je mijn nou, ja, zeg. Nou doen we het met z'n tweeën, begrijp je wel? Nou, was, hij was dus de pakker en ik was de duur. Zo dus jullie hadden samen. Dat afgesproken? Ja, afgesproken, natuurlijk. Oh. Maar zo doen ze dat op straat ook. Op straat krijgen ze mij absoluut niet. We doen dat met de baas. Ik geef je nu de kans. Ja. Probeer deze portefeuille maar eens te krijgen. Dat is heel simpel. Ik neem, let op, ik tel tot drie en dan mag je de portefeuille rollen. Okay. 1, 2, 3. Kijk. Ja. 1, 2, 3. Hoppa, je komt er niet aan. Ja, nee, zo 1, 2, 3. Hop. Nee, zo nee, dat gaat niet. Nou, heb je het dan nee, door? Je hebt gelijk. Het lukt dus niet. Hoppa, et voilà. Zie. Kijk. Het is heel simpel met jou. Simpel, duur en pakken. Heel makkelijk. Op straat gebeurt mij dat niet als ik voor een etalagetje kijk. Armpjes over elkaar, even kijken wat er in de etalage is. Niemand komt erbij. Nee. Heb nou, let op, daar gaan we. Vergeet het maar, vergeet het maar. Ik heb de handjes over elkaar. Nee, dat is waar. Gebeurt zo komen we er niet bij. Nee. Zo nee. Is het. Nee. Goed. Nee. Nou, dan gaan we en je verder hebt alles nog? Ik heb alles. Je hebt je portefeuille nog? Ja. Tuurlijk. Je mist niks? Ik niet. Nee? Ook, nee, ook deze niet?
Everybody wants into the crowd of life. Break down, break down, down, take down, you're busted. Gaat de eens is wat leuk. Er zitten er heel wat in de vijver. Kom maar, jongens, kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar bij de baas, er is genoeg. Nou, die hebben honger, hè? Die lusten wel wat, hè? Nou, 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 wat zijn ze druk, zeg. Godzijdank. Nou, die eens is helemaal een druk te maken. Die pikt al het brood van die ander af, zie je dat? Welke? Die achter de drumstel zit. Kom de boom. Goedemiddag, Ik zei goedemiddag, heer. Hoe doe je dat? Wat? Wat? Ik zie je mond niet bewegen, je zegt goedemiddag, heer, of zo. Wel, nee. Ik zei, oh, kijk maar achter je. Oeh, moet je kijken wat hij kan. Kom er eens bij, moet je kijken. Doe nog eens met die lippen, doe nog eens op die lippen, let op die lippen. Doe, 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 doe. Goedemiddag, heer. Dat kan geen mens, dat hebben we nog nooit gezien, dat kan niemand. Dat is de boswachter. Jij kan het ook. Hoe doen jullie dat? Luister nou eens, het was de boswachter die zei goedemiddag, heren. Inderdaad. Welke boswachter? Die naast je staat. Welke? Je kan hem aanraken. Hé? Ja. Dit is Hans. Wat nou Hans? Wat nou Hans? Het is Hans, dat is toch een boswachter? Dat is toch Hans? Je ziet toch duidelijk dat dat een boswachter is? Inderdaad. Zeg u het maar, meneer. Hier staat Sietse Fokker maar uit het Hoge Noord. Voilà. Ja, nee, dat is toch Hans Otjes? Nee, nee. Zeker wel een heel onderhoud, dat bos hier, hè? Nou, inderdaad, heren, dat is een gigantisch onderhoud. En weet u wat zo treurig is? Nou? Nou, de mensen gooien alles maar weg. Ze kwaad. Alles maar naast de bak. Treurig, hè? Wat zei die? Ik weet niet, maar het schuim staat in zijn mondhoek. Het is, dat zijn gevaarlijke types, weet je. Dat zijn hele gevaarlijke types. Ik kan dat niet voorstellen. Boterhammenzaak. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, ja. Dat is het probleem, hè. Treurig, hè. Kennen jullie al van die mol en die metro? Nou, die gaan zeker alle twee onder de grond. Ja, nee, maar het verschil tussen mol en een metro. Geen idee. In een mol zitten geen deuren. Heren, ik heb allemaal geen tiet voor die flauwekul. Kijkt u liever eens naar de borden? Wat zegt hij nou? Ik weet niet. Kijk naar de borden. Oh, ja. Kijken naar een bord. Oh, ja. Kijken. Verboden in bos te roken. Ja, oké. Yes, mooi. Zelf gemaakt. Hallo? Nee, heren, dat is vanwege de grote droogte en het brandgevaar. Oh ja, is droog in bos hier. Oh. Kurk droog, heer. Oh, dat komt ook misschien omdat het hier binnen staat, hè? Ja. Nou, volgens mij is er hier eentje gek geworden. Ik weet wel wie, joh. Heren, ik wil alleen maar zeggen, er wordt hier niet gerookt. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, wat een toestand. We roken niet eens. Nee, niet in orde. Het maakt hier een huis. Nou ja, we zitten even lekker hier, hè? Nou, we zitten hier gezellig. Het is hier lekker fris. Lekker, wat is er? Ik krijg mijn broodtrommeltje niet open. Hoe komt dat dan? Ik ben de cijfercombinatie vergeten. Je weet toch nog wel één cijfertje? Jawel, het zijn allemaal vijven, maar de volgorde, daar gaat het om natuurlijk. Je hebt ook een veel te ingewikkeld trommeltje. Je moet zoiets nemen als ik heb. Dat gaat hartstikke makkelijk. Dat is een makkelijk trommeltje. Zie je nou? Hé, kijk nou even. Wat is? Ik heb een boterham met koek en een boterham met ei. Leuk, hè?
kan er niet om lachen. Wat is dat voor... Nee, dat weet jij misschien ook niet. Maar er komt... Mijn vrouw heeft mijn brood klaargemaakt. Oh. En nou heb ze een boterham met koek en een boterham met ei in mijn trommeltje gedaan. Daar heb ze een bedoeling mee. Bedoeling? Daar wil ze mee zeggen dat het in ons huwelijk nog koek en ei is. Hoe vind je die? Ja, ja. Is toch leuk? Ja, het is een soort code. Ja, dat is een afspraak. Oh ja, dat is cool. Oh, natuurlijk, ja. Ik begin hem te vatten, ja. Maar wat een gedoe, zeg. Dat je wat een gedoe dat je smiddags eerst je boterhammen moet gaan zitten lezen hoe het thuis is. Nee, dat gaat er niet om. Kijk, bijvoorbeeld, zit er nou kaas op, dan betekent dat laat het kaas niet van je brood eten. Zit er haring op, dan betekent het dat ze haring of kuit wil hebben. Oh. Zit er een appeltje in mijn trommeltje, dan betekent het dat ze nog een appeltje met de schillen hebben. Zitten er geen korsies aan je boterham, dan zeggen je gebit moet in de reparatie. Nee, het zijn intieme bedoelingen. Ja, ja. Dat beetje van onder elkaar. Oh, daar gaat hij open. Oh, wat een geluk voor je. Nou... Nou, wat zou mijn vrouw dan bedoelen? Dat weet ik niet, ik ken jullie code niet, hè. Nou ja, maak het niet zo laat in ieder geval vanmiddag. Ja, we zitten hier lekker, hè. Wat zitten we heerlijk, hè? Wat zitten we prettig. Lekker fris. Zo is het. Bijt je dan in de baklucht in? Hoe? Benauwde kantine. Wat zit jij te doen? Ik neem een sigaretje, hoezo? Wat heeft die man nou gezegd? Het is verboden te roken. Oh, één sigaretje maakt niet uit. Trouwens, je loopt altijd te beweren van... ik stop met roken, ik schijt er mij uit. Ik kan er niet buiten, hè. Ik moet af en toe even een sigaretje, even een haaltje nemen. Vind ik het wel lekker. Gewoon wegdoen waar een wil is, is een weg. Ja, die weg van mij loopt altijd naar de sigarenwinkel. Ik kan er niet buiten. Je moet gewoon bij jezelf zeggen, ik hoef die sigaret niet. Ik moet hem niet, ik doe de pech. Nou, oké, ik probeer hem. Hou jij hem eens vast. Kijk hoe het mij bevalt. Meneer, wat had ik nou gezegd? Dat wordt hier niet gerookt. Ik heb hem nog gewaarschuwd. Zeg jij nou eens wat. Lekker weer, hè, vandaag. Ja. Nou ja, ik zal het deze keer door de vinger zien, maar de volgende keer gaat u wel op de bon. En die sigaret wordt in beslag genomen. Wat een flauwekul. Heren, er wordt hier niet gerookt. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat maakt die man een heisa? Hey, kijk daar een eekhoorn. Een eekhoorn in het Circus Theater in Scheveningen. Een eekhoorn. Ik kan ook overdrijven natuurlijk. Wat gaat het nou om? Het stond in mijn tekst. Ja. Heb ik al verteld dat ik morgen een plezierreisje ga maken? Nee, wat ga je precies doen dan? Ik ga mijn schoonmoeder naar Schiphol brengen. Ik heb toevallig pas onze zomervakantie geboekt. Wij gaan 3 weken naar Zandvoort. Oh, lekker, lekker. Daar zijn we vorig jaar geweest. Ook 3 weken geweest. Heerlijk gaan. Oh ja? Ja, perfect. Was je daar in een hotel? Nee, kou gegraven. Nou goed, natuurlijk zat ik in een hotel. Kan je nog herinneren hoe dat hotel heette? Ja, dat stond op de handdoeken. Die hebben we meegenomen. Dat stond erop. hotel Krasnapolski. Wat? Krasnapolski stond erop. Hotel. Hotel Krasnapolski. Mooi hotel. Mooi hotel. Nee, wacht even. Dat is Krasnapolski. Dat legt eraan hoe de handdoeken gevouwen zijn natuurlijk. En trouwens, Krasnapolski staat helemaal niet in Zandvoort. Het staat midden in Amsterdam. Heerlijk. Oh, daar was een eind lopen naar het strand iedere morgen. Slaat helemaal nergens op. Ik ben veer. Wat doen? Oh, ik ben met een kruiswoordpuzzeltje bezig. Oh, kruiswoord. Geinig zei die, hè, kruiswoordpuzzel. Ja, ik hou ervan van. Ja, ik speel ze ook veel. Oh ja? Ja. Speel je ze veel? Oh. Wacht eens even, misschien kun je mijn helpen. Kun je niet. Deze. 7 horizontaal. 7 horizontaal. Heb je al een beginletter? Dat scheelt. Het hele woord moet nog komen. Ook nog. 7 horizontaal, een ander woord voor vader van een tweeling. Dubbeldekker. Dus een... Makkelijke puzzel. Nee. Simpele puzzel. Nee, dat zijn te veel letters. Hm. Wacht, misschien weet je deze. Ander woord voor garderobe, juffrouw. Klerenwijf, dat weet je niet.
Donald Duck. Nee, dat is niet Donald goed. Duck. Dat is een afschuwelijk woord. Makkelijker bij kinderen. Nou, misschien dat je deze weet. Ander woord voor conducteur zonder fluit. Conductrice. Ik heb aan jou helemaal niks. Hé, hey, dag mevrouw. Oh, kijk nou. Komt u er gezellig bij zitten? Nou, heel veel leuk. Schuif even op. Ja, gezellig. Gezellig, leuk. Dag mevrouw. Mag ik even een babbeltje? He? Ik heb even een babbeltje. Een babbeltje. Ja, willen we even in mijn doos kijken? Nee. Voor een beginnetje. Voor het beginnetje van het babbeltje. Lekker zo in de zon, hè mevrouw? Nou, dat gaat wel. Heerlijk. Ik vind... En in de frisse lucht. Also, nou, dat wou ik net zeggen. Ja, dat is zo'n heerlijke frisse boslucht. Nou, voilà. Zie je nou? Frisse boslucht. Ja. Ja. Meneer. Ja. Zou u mij misschien één plezier willen doen? Natuurlijk, zeg u maar. Zou u niet willen roken? Oei, heb je er last van? Nee, nee, ik niet, maar hij wel. Er wordt hier niets gerookt! Je ziet het aan mijn grijze haren, ik ben al 82 jaar, dus iedereen zegt ha die papa. La mama is al jaren dood, zij stiekte in een kiepenboot. Maar denk maar niet dat hartstocht slijt, ik jaag op iedere jonge meid. Ik zing ze toe bij mijn gitaar. Ik zing ze toe bij mijn gitaar, zoals ik deed voor 60 jaar. Maar na mijn eerste schor geluid, lachen die meiden mij al uit. Ha, die papa. Ik heb 30 jaar geen vrouw gehad. Ik weet niet eens waar alles zat. Het is verleden tijd voor papa. Het is waar, ik weet niet eens meer goed, wat of je met zo'n meisje doet. Maar komt het toch een keertje voor, dan sleept zo'n meid me er wel door. Oh, mamma mia. Ach, wat ik ook doe. Steeds blijkt het weer, het is een soffe, het wil niet meer. Ik kap ermee, stap uit die race en stort mij maar op andere vlees. Thank you.
vrijheid maar waarde. En dat is hier op aarde onze kostbaarste schat. Ja. Goedemiddag, slager. Hebt u... Goedemiddag, slager. Goedemiddag, worst. Slager. Goed praten, worst. Oh! Ik sprak. Ik denk, ik heb nou een pratende worst. Ik denk, dat dus... bestaat toch niet? Alhoewel, maakt niet zoveel verschil. Nou, zo kan hij wel weer, hè? Ik kom hier een paar boodschappen doen. Oh, ben je een klant? Ja, als ik hier iets kom kopen, ben ik een klant, Dan moet je eerst even een nummertje pakken, anders dan mag ik u niet helpen. Hij slaagt er nog geen flauwekul, er is niemand in de winkel, dus dan hoef ik geen nummertje te pakken. Geeft u mij... Ja, u moet altijd een nummertje pakken, anders mag ik u niet helpen. Wat is dat voor onzin? Ik kan toch zo vragen wat ik hebben wil? Nee, want dan heb u toch geen nummertje. Oh, wat een gezamenlijk over dat nummertje. Oké, dan pak ik een nummertje, klaar. Ja. Zo, ik heb nummer 23. Mooi. Nummer 1. Slager, die is er helemaal niet. Is jouw weg? Die is er niet. Nummer 2. Ik heb 23. Maar. Oh, ben je voorlopig nog niet aan de beurt, hè? Nummer 2, zegt u het maar. Slager, nou houdt u ogenblikkelijk op met die flauwe kul, anders ga ik zo naar de concurrentie, hoor. U helpt mij nu ogenblikkelijk, ja? Ho, wil u niet zo tegen die kippen schreeuwen, ja? Waar slaat dat nou die op? Die kunnen er niks aan doen dat u zo haast hebt. Oh, staat u meneer zo te schreeuwen tegen jullie, hè? Oh, zeg u even dat u het zo niet bedoeld hebt. Ze zijn zo geschrokken. Hij slager, een grapje is leuk, maar dat gaat me te ver. Niet zo'n kleine moeite om even te zeggen, jongens, ik heb het zo niet bedoeld. Ik heb het zo niet bedoeld. Dat gelooft toch geen kip als je dat zo zegt. Dan moet je toch een beetje vriendelijk. Sorry, jongens. Ach, ik wist niet wat ik deed. Hoe kan ik het goed maken? Oké, ik heb niks gedaan. Oké, ik heb het zo niet bedoeld. Klaar. Hoi. Dan zijn we weer blij, hè, jongens. Dan gaan we weer mooi bovenop te kijken. Als u mij nou even wilt helpen verder... Wil jij lekker voor de raam zitten? Ja, natuurlijk wel fijn voor de raam zitten, hè. Mooi, gaan we lekker zitten, hoor. Wat is dat toch? Een piepkuiken. Slager, ik moet u even vertellen, ik heb een beetje haast. Oh, nou, dan gaan we lekker tempootje maken. Dat is wat ik bedoel. Hebt u voor mij een stuk biefstuk van een pond? Stuk biefstuk aan een pond. Juist. Stuk biefstuk. Een mooi stuk biefstuk, ja? Ja, natuurlijk. Had u zoiets in het oog? Wat is dat? Dit is een kogelbiefstuk. Strike! Strike. Ja, dat roepen ze op een bowlingbaan. Ja, ik begrijp mijn eigen grappen wel. Dat is heel Nou, als u nou een beetje op misschien, ik wil haasbiefstuk hebben. Hele mooie haasbiefstuk. Fluisterzacht. Haasbiefstuk. Juist. Ja, die heb ik hier. Kijk eens, had u zoiets in gedachten, hè? Nou, kijk nou eens wat er gebeurt, man. Dat is toch helemaal geen biefstuk. Gadverdarrie, het stinkt. Stinkt? Ja, dat stinkt naar jenever. Eerlijk? Ja. Nou nog? Nou nog, dat is er om je uit elkaar te lachen, niet? Nou nog, je moet ze eigenlijk opschrijven, maar ja, we haal je een potloodje vandaar. Slager, alsjeblieft, laat dat vlees maar zitten. Ga niet hoor. Ik zal het even voor u malen, dan kan ik het even malen. Oh nee, ik heb verleden week gemalen biefstuk bij u gehaald.
Komt thuis, zat het vol met houtsplinters. Wat erg. Oh, was dat afgelopen dinsdag? Nou, dat weet ik ja, niet zo. Ja, dat kan kloppen. Toen hebben we per ongeluk het hobbelpaard van mijn zoontje geslacht. Stond tussen de anderen in, huilen, huilen, dat paard. U weet hoe zo'n paard is, maar ja, hij zat er dan onze wieltjes in naast, hè? Slager, laat dat vlees maar zitten. Ik heb al gegeten en gedronken. Grote jongen. Heb je soep? Sorry? Heb je soep? Hoezo? Wil u mee eten? Ik wil een blik soep hebben. Dat is lekker gauw klaar, want ik heb een beetje haast als je tenminste soep uit blik hebt. U wil zelf gewoon een blik soep? Ja. Oh, hey, ik heb hier een heleboel soorten. Kijk eens, hier staan ze allemaal. Oh ja, ik zie het staan, ja. Ik verkoop ze ook eigenlijk liever niet, want ik heb net de hele serie compleet, zie u wel. Hey, hou nou toch eens op met die onzin. Wat is het voor soep? Ja, alle soorten soep. Je kan ze gek niet noemen. Ik heb hier, wat is het? Champignonsoep. Met echte champignons. Champignons. Dan hebben we hier aspergesoep. Met echte asperges. Asperges. Dan hebben we hier Hongaarse galozo-soep. Goulash. Dat u dat kan lezen van die afstand. Dat weet toch een kind, Hongaarse goulashsoep? Nou, ik heb geen kinderen. En dan heb ik hier ook nog eens even kijken, een blik zonder etiket. Ah, wat is dat? Dat is linkersoep. Hoe verzin ik het niet, hè? Linkersoep, het is erom je uit elkaar te lachen. Je moet ze eigenlijk opschrijven, maar ja, waar haal je een potloodje vandaan, hè? Wilt u nou een beetje opschieten? Ik heb het net al gevraagd. Hebt u verse knakworst? Heb ik verse knakworst? Ik heb ze vanmorgen vers geknakt, dus ik heb wel aan. Oké. Nou, we het toch over worst hebben. Ik heb nog een aardige anekdote voor u. Ik zeg net, ik heb niet zoveel tijd en heb ik toch ook geen tijd voor... Het is zuiver, hoor. Het is eigenlijk een opgave. Wat bedoelt u nou? Een klein raadseltje? Ja, hoe gaat het? Nou, als ik heb hem gisteren gehoord op het festival. Wat voor festival? Het Slagersfestival, weet je. Hoe ging die ook alweer? Hij ging over... Oh ja, hij ging over worst. Hij is zuiver, maar je moet opletten, anders ga je... Ja, oké, vertel maar. Kom nou maar. Het is worst. Het is worst. Het is worst, zegt u. Oké, man. Nee, dat zei u net, het is worst. Oh, ja, het is worst. Ja, precies. Is goed. Ga maar door. Ja. Dan gaat hij. Ja. Ja. Hup, kom nou. Wie? Nee, u. Ik. Ja, met dat ding. Natuurlijk, ik ga... Schiet op dan, komt hij. Ja. Moet u er tussendoor zitten? Nee, ik heb geen tijd. Oh, kom, het is worst. Ja, het is worst, ja. Natuurlijk, het is worst. Nee, ik heb geen haast. Nee, ik heb haast. Oh, u hebt haast. Ik heb een beetje haast. Ik heb geen haast. Nee, natuurlijk niet. Het gaat om het raadseltje. Nee, omdat u zegt dat u haast. Nee, maar u moet even snel zijn, alsjeblieft. Ja, het is worst. Het is worst. Daar zijn we. Ja, en dan? Ja, weet ik veel. Nee, dat weet u toch niet. U komt toch met dat raadseltje? Nou, wat praat u dan over? Nou, begint u dan. Ja, daar kom ik. Het is worst. Het is, wat zeg ik net? Het is worst. Ja, dat heb ik al 10 keer gezegd. Alsjeblieft, doe me nou een plezier. Het is worst. Daar gaat hij. Het is worst. Dat hadden we al. Het is worst, maar zonder de eerste letter is het ook worst. Luister wat ik zeg. Is het ook... Dat is niks. Worst zonder eerste letter is orst en dat is dus niks. Dus weg de grap. Ook worst. Waarom nou rookworst? Rookworst zonder de eerste letter is ook worst. Begrijp je wel? Ah. Ja. Dat is er één, dacht ik wel. Dan staat er ook worst. Ja, ik begrijp mijn eigen grappen wel. Natuurlijk staat er een ook worst. Schiet nou alsjeblieft op. Een pond knakworst. Een pond knakworst. Hoeveel is dat? Het is 500 gram. Nee. Wat het kost. Oh, eens even kijken. Dan gaan we... Och jee, dat is jammer. Wat is er? Zitten de paarden zelf erbij? Is dat erg? Mam, dat is toch altijd zo? Oh ja, ja ik let er nooit op. Eens even kijken. Een pond. Een pond. Ja, even netjes afwegen. Ja, natuurlijk. 1 ja. pond, 2 nou? pond, 3 pond, wat is dat nou? 4 pond, 5 pond, 6 pond. Is ietsje meer. 6 pond. Kan dat? Ik heb een pond besteld en dan wil ik een pond hebben en niet meer. Klaar? Ja, je kan ze niet aan elkaar gaan halen natuurlijk. Ze leggen net op volgorde. Ik kan nou niet gaan zeggen, maar jij mag wel met meneer mee en jij moet hier blijven, dan krijg je... Oké, okay, het zal niet eens zoveel meer zijn, doe maar. Zo doe alles maar bij elkaar. Natuurlijk. Zal ik het voor u inpakken? Ja, ik steek het niet in mijn binnenzak. Ah, is het een cadeautje? Het is voor eigen gebruik. Oh, dan doe ik het gewoon in een zakkie.
of netjes in een tasje? Zal ik er wel een stickertje op plakken van de Sint? Stickertje. Man, het Sinterklaasfeest is toch al lang geweest? Ja, maar ik kom nog om in die stickertjes hier, hè. Dat was zo leuk. We hadden hier afgelopen Sinterklaas, hè. Afgelopen Sinterklaas hadden wij hier stuntverkoop. Ja, maar dat interesseert me nou niet en zo. En dat deden wij bij aankoop van, maakt niet uit. Ja, gratis okay. Is Sinterklaas gedicht. Dat is leuk. Maar die maakte ik s'avonds met mijn vrouw in plaats van wat anders, maakten wij gedichten. En dat heeft gelopen nou storm, ja, dat geloof ik wel, wij. Slagen, maar het interesseert me hoe ging die over weg? Het was een heel niet. Mooi gedicht, hoor. Gelooft u me het was nou? Een beetje van de, ja, nou? In de trant van Guido de Bella. Wat? Even, hoe ging die over weer? Sinterklaas heeft heel lang zitten denken, wat of hij nu aan jou zou moeten schenken. Daarom geeft hij geen plaatje borst, maar wel Slagerij de Bruin, Havenstraat 23, Roodburg, telefoon 627194, bij Regenhoor 22190, fax 12222. Ze knakken worst, tja tja tja. Dank u, dank u. Doe. Nee! Schiet nou toch alsjeblieft eens een beetje. Niet met je handen al die knakworst, dat is toch vies als Doe iedereen er aan gaat zitten. Heb je kaas? Heb je kaas? Ja, we hebben vanavond een feestje en dan wil ik een stukje kaas serveren bij de borrel. Oh, wat gezellig. Hoe laat zal ik er zijn? Ik heb je helemaal niet uitgenodigd. En ik moet wel voor de kaas zorgen. Die betaal ik toch? Maar dat zou lekker worden. Emmentaler. De Bruin. Nee, ik bedoel Emmentaler kaas. Ja, dat begrijp ik wel. Oh. Emmentaler kaas. Daar adverteert u mee als enige slager hier. Als de muis het los willen laten, hoor. Ah, hier ligt nog een stukje. Juist. U dat weet is hoe die werkt? Nee, dat is een mooi 1, stukje. 2, 3. Dat is... Anders nog iets? Laat maar. Dank u. Doek. Nee. Heb je honing? Ja, er staat hier op mijn lijstje honing, maar dat verkoopt u waarschijnlijk niet. Honing. Honing. Ja. Honing. Honing. Ja, of ik honing. Pottenvol. Koopt u dat? Pottenvol. Ik zou blij zijn als ik er vanaf ben, want ik hou niet van honing. U houdt niet van ik honing? Ik vind niet lekker honing. Ik hou er niet van. Waarom houdt u er niet van? Je ziet altijd een bijsmaak aan. Honing met een bijsmaak, die schrijf ik even op als u niet erg vindt. Honing met een bijsmaak, wat een knaller. Potverdorie, mijn vliegenmeppen weer leeg, zei je altijd zien. Slagen, nou is de laatste keer dat ik het u vraag. Wilt u nou alsjeblieft een beetje opschieten, want ik zei... Wil u nog een been voor de hond? Nee. Hebt u een speciale worst? Ik bedoel, hebt u een worst waarvan je zegt, ja, daar kan ik mee voor de dag komen? Oh, is het zo'n feestje? Ik bedoel een bijzondere worst. Ja, een waar muziek in zit, zeker. Oh. Wat is dat? Een klokworst. Yeah.
Maria, arriba, arriba. Je rammelt niet. Sorry? Je rammelt niet. Je rammelt niet? Nee, ik hoor niks. Je staat te... Oh nou, hoe kan dat nou? Ik ben bestolen. Hoezo? Ik ben bestolen, meisjes. Ik ben bestolen. Geef die dingen nou eens hier. Wat is het nou voor onzin? Wat is? Is daar, dat wat is? Ik je, wat moet is? Die dingen aan mij geven. Dus ja, dat ik het je voordoen. Wat, ja. Wat zeg je nou? Ja, wat is? Geef nou eens die dingen aan mij. Ja. Dan krijg je deze stokjes en dan zal ik het je laten zien. Ah. 1, 2. La, la, lamba. La, la, lamba. Ja, ja. Ik deed dat hetzelfde. Ja, maar dan doe je het niet goed. Kijk, je moet het uit de losse pols doen. Oké, okay, gaan we. Ja, okay, dan gaan we met de rest. 1, 2. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Stop! Wat is het? Je geeft weer helemaal geen geluid. Het is niks. Hoe is het nou toch mogelijk? Weet je wat, als André naar de tamboerijn neemt, dat is doodsimpel. André, de tamboerijn. Dat kan iedereen. Dat gaat gewoon zo. 1, 2. Hala bamba. Hala bamba. Hoi. Dat kan iedereen. Nou, dus goed, dan doen we dat. Dan gaan we. 1, 2. Hala bamba. Bye bye. Je geeft weer geen geluid. Ik hoor niks. Ja, doe nou niet zo knullig. Wees toch niks aan André. Ga gewoon zo. 1, 2. Dat doe ik allemaal. Dat sta ik allemaal te doen. Ja, maar dan doe je het verkeerd. Gaat hij nog 1 keer. 1, 2. Nog een, nog een, nog een. Ik hoorde weer niks. Doe je dat opzettelijk? Nee, natuurlijk niet. Doe dat nog eens met je hoofd. Hoe kan dat nou? Doe eens zo met je hand. En doe dat ook eens met je andere hand. Dan heb jij al die spullen niet nodig. Dan doen we het gewoon zonder de spullen. 1, 2. La, 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 la. De wind hier door de straten, je wilt het liefst de deur niet uit. We wilden u toch met een zonnetje verlaten, vandaar dit tropische besluit. In de tropen, daar gaat de wereld over. Helaas is afgelopen, ik heb de klok geen pardon. Prachtige vuur, wat zon.